Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brain Vlogs. Jawel, 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 jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. Vandaag is een hele speciale dag. Helaas zien jullie Billa nog niet, Wat is dat dan, hè? Wie is dat? Hé? Waar kom jij vandaan? Hé? Nou ja, zeg. Waar komt deze reus vandaan? Krijg ik nog knuffel? Jongen, 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 ouwe reus. Ik wilde een hele. Ik wilde een hele speciale intro gaan maken. Alles, maar... alles goed? Ja. Wat moeten mensen doen? Abonneren. Abonneren, hè. Hey, mensen, vandaag. Bilo komt net van zijn werk. Ik haal hem hier op zijn werk op. Best wel vroeg. Hij is best wel vroeg begonnen, of niet? Ja. Hey, want werk is alleen voor echte. Echte mannen. Echte mannen. Maar. Mensen moeten hun schoen. Afmaken, toch of niet? Ja. Toch? Dus vandaag gaan we niet werken. We gaan naar. We gaan naar school. School. Ja. Heb je er zin in? Ja. Gaan we schrijven? Ja. Gaan we lezen? Ja. Gaan we tellen? Ja. En vandaag krijgt Bilal les van Sloegie. Ja. Dus vandaag een hele bijzondere video. Vandaag gaan we naar Sloegie en we gaan les van hem krijgen. Voor de rest gaan we hem ook even wat beter leren kennen. Want ik vind hem eerlijk gezegd, ik vind hem echt kapot grappig. Ik volg hem al een tijdje. En alle in huis, zie je zo meteen. Hé, hey, Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte, echte, echte... echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... zonder tijd. Aarde... aardewekking. Nou, we gaan gelijk rijden. Lang ik zie ze kijk, blijf loeren. Vraag me af, heeft het wel zin? Heb weinig tijd, dus aandacht geven. Dat is best een moeilijk ding. Ja, baby, jij... graag in mijn leven, maar... Jawel, jawel, jawel. We zitten hier met jou, en. Ja, man. Marhaba. Allah, hafdek, man. Barak, lauf ik. Oh, ja. Hoe gaat het, broer? Alhamdulillah, gaat goed. Ja, je zegt allemaal, alles goed? Is goed. Maar wie ben je, hoe heet je? Want we kennen je als niet anders dan Sloegie. Ja, Jawed Essoufi. 30 jaar oud. Geboren en getogen in Rotterdam. Is goed. Weet je waarom Turken ook echt lauw zijn? Echt, echt lauw. Ze doen alles met eigen veel gevoelheid. Je geeft les? Ja. Ik geef les in, Inmiddels 7 jaar. 23ste begonnen. Op het Avicenna College. Nederlands geef ik aan VMBO-klassen. Klasse 3, jaar 3 en jaar 4. Basis en kader. En ze genieten, man. Ja, ja. Ja, ze genieten. Natuurlijk, het is ook zwaar en zo. Ja, is het zwaar? Ja. Kijk. Je gaat nergens werk vinden waar het nooit zwaar is. Het gaat erom dat je het waard vindt. Dat je daar je voldoening uit kan halen. Ja. Ik haal hier echt zeker mijn voldoening uit. En wat zijn de dingen waar je voldoening uit haalt? Als een leerling al iets begrijpt, weet je, en dat jij dan degene bent die dat heeft uitgelegd. En die leerling leert echt ook wat van jou. Het klinkt misschien cliché, maar ja. Het is wel zo. Weet je. En je brengt echt iets bij. En je leert ze ook dingen die ze kunnen gebruiken voor de rest van hun leven. Vooral als je bijvoorbeeld een leerling tegenkomt van heel lang geleden. En dan zie je dat die leerling... getrouwd is en heeft al een kind. Dat is bizar, hè? Leerling van het eerste jaar dat ik heb lesgeven. Dan kwam ik hem tegen bij het op straat. Meneer, echt zo'n zware stem. Meneer. Ik zie hier op mijn raam. En dan kwam steeds dichterbij en toen herkende ik hem. Ja, getrouwd, kindje, goed bezig, weet je. En heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader. En dan, als hij dan bepaalde dingen tegen je zegt, weet je. En dan van bedankt. Ik heb echt wel dingen geleerd, ja. En zo. Ja, dat doet veel met je, weet je. Dat is echt die voldoening. Die is niet te evenaren. Kijk, hij is gewoon serieus, maar ik weet niet, het is niet saai of zo. En wat maakt zijn jullie lessen zo uniek? Wat maakt het? Hij komt met feiten. Hij legt wat uit, wij niet beseffen. Ja. Hij legt goed uit. En gebruikt hij heel veel humor? Nee. Dus eigenlijk, als jullie hem op Instagram zien en zo, dan wil je eigenlijk dat hij zo ook les geeft. Ja. Het zijn echt twee verschillende. Ja. Het zijn twee mensen. Ik ben bipolair. Jullie lachen, maar weet je wat bipolair betekent? Ja.
gingen jullie met hem op de foto? Of? Nee. Dat mag niet, hè? Wat zeg je? Dat mag niet. Ze weten allemaal waar ze aan toe zijn. Weet je? Komen hier om dingen te leren. In eerste instantie, dat staat centraal. Ze kennen me wel, ze kennen me wel. Ze weten dat ze altijd hun spullen bij zich moeten hebben. Hé? Wie ben je? Nee. Kijk. Oké, jongens. De vorm van een bepaalde tekst. De schrijver bepaalt zelf ook hoe groot de tekst is. En dan krijg je automatisch een soort van beeld van hoe jij je uiteindelijke tekst wil hebben. Is dat helder voor iedereen? Ja, schrijf op. Voornaamste doel van de schrijver: de lezer nieuwsgierig maken. Iets pieken, Bilen? Heb je het opgeschreven, Bilen? Ja. Ja? Oké, okay, goed zo. Wat heb je opgeschreven dan? Eén. Eén? Ja, één, ja. Goed geantwoord. Ja. Heeft iedereen dat ook? Eén? Ja. Ja? Want wat heb je zelf gedaan in HAVO? Oké, okay, ja. Dus ik begon, het heeft wel echt een wending gehad, zeg maar. Op basisschool begon ik met LWOO. LWOO? Ja, leerweg ondersteunend onderwijs. Oké. Dat is echt, ja, best wel laag. Ik deed niet echt heel hard mijn best op de basisschool eigenlijk. Ik deed bijna niet mijn best, gewoon helemaal niets eigenlijk, tot aan daar. En ja, vanaf de eerste klas begon de motor te draaien. En toen kwam ik op een gegeven moment in zo'n LWOO-klas terecht. Nou, vervolgens mocht ik kader gaan doen. En na kader mocht ik TL gaan doen, dat was allemaal in hetzelfde jaar. En van TL mocht ik naar 2 HAVO. En van 2 HAVO mocht ik naar 3 VWO. En wow. Van 3 VWO ben ik weer naar 4 HAVO gegaan. Ik werd echt veel gepusht van het huis en mijn broer, die ook heel erg aanwezig was. Want hoe groot is jullie gezin? 7. 7 kinderen? Ja man. Twarkela, ja. En jij bent de jongste? 1 na jongste. Ja, ik heb nog een broertje van 24. En hoe oud is de oudste? Mijn broer die is 45. Twarkela, ja. Zit wel... 45. Ja, er zit een aardig verschil. Maar het is zaterdagavond, is het... Ja, is het altijd feest. Ja, altijd druk. Ik hoef je niet te zeggen in wat voor auto we naar Marokko gingen. Die pokus bijvoorbeeld, die zingen die liedjes zo geïntensificeerd. Die weet toch zo... Zo die van... Hamabulamadum, bulamadum, bulamadum. Je ziet gewoon hun gezicht, die geëmotioneerde gezichten. Ah, kijk eens. Dit is veel beter, Bilen. Alleen, dit moet je nog. Dit ben je vergeten. Hoofdstuk 24. Ah. Yes? Maak maar hoofdstuk 24 af. En niet spieken, hè? Nee. Nee, hè? Ja. Brian Vlogs. Biele. Ja? Wat is een aanleiding? Inlading. Een inlading? Ja. Heel goed, jongen. Heel goed. Biele, wat is het voornaamste doel van een schrijver? Bij het schrijven van een tekst. Schrijven altijd. Ja! Heb je het ook opgeschreven? Ja? Ja? Laat ze even zien. Ik ga even bij Bilal controleren of hij zijn werk goed doet. Ja. En wat staat hier? 4 om 7. 4 om ja. Cijfer. Ja. Oké. Okay. Ja, maar waar is je huiswerk? Ja, de huiswerk is zoals een werk. Je huiswerk is op werk. Ja. Ah, hoe gaan we het oplossen dan? Ik ben vriezen. Hm? Nee, mama. Kun jij ons uitleggen hoe belangrijk goed gedrag is? Moet lief zijn. Lief zijn. Kan je het ook gelijk opschrijven? Schrijf maar ook gelijk op. Lief zijn. Lief zijn. Ja. 4 keer. 4 keer lief zijn. Lief zijn. Heel fijn. En Willem, moet ze ook stout zijn of niet? Nee. Hè? Nee. Lief zijn. Heel fijn. En wie is in de klas, wie is lief? Laat maar zien. Goed zo. Wie? Ahmed. Nou. Ahmed lief, is hij lief? Nou. Ja, oké, Ahmed. En wie is er stout? Ja, ik kies precies aan naar kijken. Werken? Op school. Op school. School. Vind je school leuker dan werken? Ja. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Nu komt het, hè. Ga je liever naar school of ga je liever boksen? Nee. Huh? School.
Echt een voorbeeld. Ga je liever met microfoon? Of school? School. Oh! Oh ja. Dan moet je echt goed nadenken, vriend. Liever naar Ajax of naar school? School. Dus fijn. Ja, maar door. Wat school is alleen voor echte? Echte man. Echte man. Dat is ook hier eigenlijk. Je moet daar zijn, man. Die naam heeft Hamza bedacht. Oh, serieus? Ja, man. We waren bij hem thuis. Gewoon een beetje lachen, dit, dat. En op een gegeven moment speelde ik gewoon uit het niets, dat typetje. Ja. Snap je? En hij keek zo. Hij is ook echt een kunstenaar, weet je. Hij hoeft alleen maar te kijken naar iets en zo. En weet je, en hij kan wel gelijk... Snap je? Doorschakelen, ja, 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 ja. Dat is echt zijn talent ook. Ja, dat is echt zo'n echt Sloekie. Ja, ja, ja. Zo kwam het gewoon. Ja, Sloekie is een renhond, hè? Ja, ja, ja. Ja. Sloekie is een wereldwijd bekende renhond, dat is waar. Is Turks Mattie van mij, we gingen altijd Flippo samen. Elke keer voordat we gingen spelen met Flippo, Flippo, hè? Ging die volkslied zingen. Doet hij zo, zijn hand op zijn bord, gaat hij zo volkslied zingen. Hé, kijk. Kijk die gevoelheid. Ik zie in je lokaal zie ik een aantal dingen terugkomen. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja. Ja, ik heb dat boek van Steve Covey gelezen, een tijdje terug. En dat is me echt bijgebleven, man. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Als je dat implementeert in je leven, je gaat dingen gewoon echt anders meemaken. En je gaat anders kijken naar dingen, weet je. En wij mensen zijn snel geneigd om eerst begrepen te worden. Je wil echt snel jouw ding uitleggen. Ja. Nee, maar luister naar mijn kant van het verhaal. Luister naar mij. Ga maar van cruciaal belang dat je eerst de andere kant, snap je? Het woord laat... doen en dan echt begrijpen wat er wordt gezegd. Begrijpen waar iets vandaan komt. Je hoeft er geen begrip voor te hebben. Weet je, je kan het ook eens zijn dat jullie het oneens zijn. Begrijp alleen waar dat vandaan komt. Je hoeft het niet goed te keuren, je hoeft het niet goed te praten, wat dan ook. Begrijp gewoon waar het vandaan komt. En dan zul je merken dat alles wat jij daarna zegt, dus nadat jij het allemaal hebt begrepen, dat het allemaal ratio zal zijn. Hey, en een andere succes is geen eindbestemming, maar een reis. Ja, succes is gewoon, weet je, dat je leeft, dat je er bent en dat je in staat bent om iets te doen. En die iets kan alles zijn. Ja. En hoe belangrijk, want je bent getrouwd? Ja, alhamdulillah. En hoe belangrijk is dat jouw vrouw jou steunt bij dingen die je doet? Hè? Je geeft les, Natuurlijk, heel belangrijk. Maar daarnaast ben je natuurlijk nog heel veel uren met... Tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, het huwelijk is niet voor niets een van de belangrijkste zaken. Het is de helft van je geloof en dat is ook niet voor niets. Hm. Weet je, eigenlijk is het daarmee al gezegd. Ja, ja. Als er wordt gezegd, weet je, de helft van je geloof, dan is daarmee al heel veel gezegd. Even kijken, de derde is, maak haast wanneer je tijd hebt. Dan heb je tijd wanneer je haast hebt. En dan refereer ik het naar toetsen, bijvoorbeeld toetsen leren. Weet je, en dan zeg ik van, oké, je moet nu snel beginnen. Dus maak haast, nu je nog tijd hebt. Toets is volgende week maandag. Leer nu alvast. Dinsdag, woensdag, donderdag, leer alvast. En dan, wanneer het zondag is, ga je denken van, oh, ik moet nog leren, ik moet nog leren. Dan denk je van, oh, wacht, ik heb ook al dinsdag, woensdag en donderdag geleerd, dus ik heb nou geen haast. Oh, hij is klaar. Oh, binnen. Heb je dit zelf gedaan? Je hebt niet gespiekt. Nee? Bijna examen, hè? Ja? Ga je deze ook nog maken? Morgen. Morgen? Ben je moe? Jullie moeten begrijpen. De telefoon gaat gewoon. Hij voelt hem trillen. Hij gaat niet zijn veld. Echt, Mark, loof voor je tijd, Rafiek, man. Weet je, Rafiek, geen echt probleem. Jij ook, bedankt voor jouw tijd. Nee, man, met alle liefde. Ja, man. Kun je goed lesgeven? En zo, het is een echte? Echte man. Echte man. High five, Billy. Oké, maar high five. Mag ik ook een knuffeltje? Mag ik ook een knuffeltje? Ah, dankjewel, Bile. Ik vind het echt tof, Allah, ook wat jij doet. Echt respect, man. Echt waar. En het is mooi om te zien hoe je met Bilal omgaat en dat hij ook ervan geniet. Ik zie gewoon dat hij ervan geniet. Ik denk dat je heel veel mensen inspireert. Heel veel mensen inspireert. En mij inspireert hij sowieso. Ik vind het echt tof wat je doet. Het is niet meer dan normaal. Als je iemand in de familie hebt, dat je ouders of wat dan ook. Dat is ja, tuurlijk. Dat is ook wat wij hebben meegekregen. Tuurlijk. Dus ik doe dit voor hem en zo. Maar de liefde die je daarvoor terugkrijgt. Ja. En het feit dat wij een goede boodschap aan mensen kunnen geven. Besef dat Bilal eigenlijk de middel daarvan is. Dus ik ben hem meer dankbaar dan dat hij mij dankbaar zou moeten zijn. Allah, door Allah. Kom, ja, goed, man. Echt top. Wij zijn echte. Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zoveel tijd. Positieve tijd. Aarde. Aarde, Aarde, Aarde.